maar jongens. Veenendaal is een echte hondengemeente. 1 op de 6 huishoudens heeft een trouwe viervoeter. Het levert ook problemen op. Ze leggen 10.000 rollen per dag hier. En volgens de gemeente worden die te weinig opgeruimd. Een grote ergernis. En als stil protest planten buurtbewoners 2 jaar geleden een vlaggetje bij elke drol in dit plantsoen. En dat hielp heel even, maar inmiddels blijven er weer te veel drollen liggen. En daarom is de gemeente een nieuwe campagne gestart. Ze vragen mensen om een selfie te maken met hun hond, om zo te laten zien dat ze voor een schone omgeving zijn. Het duurde wel even, want mijn hond is niet zo gek op de camera, maar het is uiteindelijk gelukt. Ik moet ook wel een drempel over om het op te ruimen. Ik heb er ook niet zoveel zin in, maar ik wil niet dat iemand anders last heeft van mijn hond. Maar of dit echt de oplossing gaat worden, misschien heeft Veenendaal wel een rigoureuzere nodig. Kom maar jongens, daar gaan we. Kom maar, ja.